trees, you can leave your worries. Listen to the way they say you wanna get so high. Breathe me in like air tonight. Listen to the way. Video. En vandaag heb ik hier weer twee gasten bij me. En misschien kennen jullie hun nog wel van een paar video's geleden. Stel je maar even voor. Ik ben Lieslotte. Ja, en ik ben Sanne. En wij gaan vandaag Amerika snoep proeven. Yay! En het komt echt uit Amerika. Ja, want ik ben twee weken geleden al. Ben ik naar Amerika weer op vakantie geweest om al mijn vrienden weer te zien en ik heb wat lekkers meegenomen en dat gaan wij vandaag uitproberen. Dus laten we beginnen. Ja. Yeah. Oké. Nou, gaan we hier weer beginnen? Ja. Oké. Okay, ik denk dat we eigenlijk hier allemaal wel het meest benieuwd naar zijn. En Lara gaat even uitleggen wat het is. Ja, ik weet ook niet wat het precies. Wat denk je? Ja, het is een soort van, dit is cornflakes. Ja, dat bedoel ik. Cornflakes. En dan is het een soort van fruit. Ja. Oh, ik ben echt benieuwd. Ik ook. Ik ben ook wel benieuwd. Oké. Oh. Het ruikt heel chemisch. Oh, en allemaal kleurstoffen. Dat we net zien dat dit een tegenvaller is. Ja. Oké, nou. Maar wat is het tegenvaller is? Nou, dan eten we het gewoon niet. Oké, okay, nou jongens. Oké, okay, proost. Dat is niet lekker. Proost. 3, 2, 1. Oh. Oh, ik vind het echt heel vies. Oh, het is gewoon kleurstof. Mm-hmm. Ik vind het niet heel vies, maar ik vind het echt helemaal... Het is niet heel lekker. Ik vind het echt heel vies. Jij ook, hè? Ik ga het ook niet eten meer. Oh. Nou jongens. Ik ga het ook niet verder eten. Oké, okay, als je in Amerika bent, koop dit echt niet. Nee. Nee, want dit is echt... Nou, tenzij je heel erg van zoet houdt, dan is het op zich wel oké. Okay. Nou, maar dit is een hele raar... Ja, het is een hele rare combinatie inderdaad. Het proeft heel nep, laat ik het zo zeggen. Nou, volgende. Oh, ja. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Ik heb zelf nog niet nooit gehad dit. Anders moet je het goed voor de camera houden. Wacht even, ik doe even mijn harnas start. Oh, dat lijkt me echt lekker. Ja. Maar wel heel veel kleurstof, denk ik. Airheads Extreme Fight. Maar lijkt het wel lekker. Oké. Okay. Maar het is ook echt heel dik vergeleken met Nederland. Ja, het is wel heel dik. Het is ook best wel... Het is vet dik. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Jongens, proost. 3, 2, 1. Oh, je bent allemaal in je mond. Oh. Ja. Als ik proef nu nog niet echt lief. Ik ook niet. Het smaakt echt niet heel erg ergens naar. Nou, het begint een beetje vanaf dat te komen. Ja. Ik denk dat je die andere smaak nog in je mond hebt nu. Ja. Oh, nu proef ik wel. Merk ook. En niet. Oh, ik vind het wel lekker. Ja. Het is niet te veel smaak. Ik proef niet echt iets. Ook niet aan het eind. Dus op. Dit kan je dus wel kopen. Het is te doen. Inderdaad, deze kan je kopen. Ja. Oké, nou. Gaan we naar deze. Oh. Alsjeblieft. Oké, gaan we ervoor? En deze op zich is een toetsierol. Ja, toetsierol. Ach. Met Amerikaanse vlag. Ja. Het ziet er wel uit. Dat je niet verwacht, hè? Oké. Okay. Gaan we ervoor? Proost. 3, 2, neem helemaal in je mond? Ja. 3, 2, 1. Ja. Lekker of niet? Het is een kleur. Ja, het kleeft heel erg inderdaad. We hebben natuurlijk aan je tanden zitten. Ja! Oh, ik vind het niet zo lekker. Ik ook. Geen Oké, ik ga wel doorslikken.
Waar smaakt het naar? Ik ken het wel. Maar ik krijg het ook gewoon niet weg. Nee, niet heel veel kouwen. Nou jongens, wat vonden jullie van? Kopen of niet kopen? Nee. Maar... Oké, nou ik vind deze persoon... Ik ben al wel even bezig. Oh, oké jongens. Even nog even bezig. Dus even bezig. Hours later. Het zit echt gewoon in mijn tanden. Nou, dit is een wat ouder Amerikaans snoepje, tenminste, dat vertelden ze aan mij. Watermelon. Die verkopen ze nu niet echt meer in de winkel daar, maar... Spreek eens uit hoe dit... Oh. Ik heb geen idee. Zot, zat je wel. Ja, zat. Ik weet niet eens of je dit echt goed kan zien, maar... Ja, ja. Oké, jongens. Ik stel niet scherp. Nee. Oh, wat? Het is mijn tanden. Ja. Er smaakt een pad van me. Oh, dit ruikt heel erg zoet. Ja, het is ook heel... Het is echt heel zoet dit, hoor. Ik ruik echt een... Ik ben gewoon verkouden. Nee! Oh shit. Oké, proost jongens. 3, 2, 1. Oh. Ik vind dit echt... Dit vind ik heel lekker. Wacht maar. Het is wel zoet. Het smaakt wel echt naar watermeloen, hoor. Ja. Dit kan een normaal mens wel eten. Dit is wel te doen, toch? Aan wel watermeloen. Ja. Ja. Ja, ruiger. Mm-hmm. Oh, het is wel heel zoet. Kauw je hem nu al? Hè? Kauw je hem al? Oh. Hij komt wel uit, hè? Ja, ja, klopt. Oh, wat is dat? Poeh, dat is zoet. Maar dat is juist chill. Vind ik juist lekker. Ik heb zo'n zuuraanval nou. Oh. Helemaal. Ik vind het op zich wel lekker. Maar het is wel ja, ik ook wel. Zoet. Maar volgens mij houden de Amerikanen hier echt van. Ja. Ja. Het is sowieso heel veel van zoet. Ja. Alles wat zoet is, kom maar. Oké. Okay. Oh, het zit echt in mijn tanden ook weer. Echt zo plak. Ja. Nou, zelfs we allemaal binnenkort gaatjes hebben. Komt niet door mij. Oh ja, wacht even. Wat vonden we van zaad? Zoet? Maar. Ik vond het niet heel lekker. Nou, ik vond hem wel heel lekker. Tot nu toe is dit mijn favoriet. Wat is jullie favoriet tot nu toe? Ja, deze ook. Ja. Die was zo net. Nou, en deze, ik vond deze ook wel heel lekker hoor. Ja. Ik kan nog dit mijn favoriet. Volgens mij moeten wij deze gewoon nog een keer proberen om echt. Oké, okay, doen we straks. Ja, ja. Inderdaad, doen we straks. Oké. Okay. Okay. Nou, ik denk eigenlijk dat bijna iedereen dit wel kent. Hier heb ik wel smaakjes van. Ja. Ja. Nou, dat zijn nerds. Nerds. Oh, dat zijn ook heel lekker. Maar dit... Oké. Okay. Allemaal verschillende kleuren. Eigenlijk moet je dat dan in één keer hebben in je mond doen. Hoeveel, is dat, zullen we dat gewoon doen zoveel? Ja. Dan heel veel. Oh, okay. Nou jongens. Oh. Jij? Proost. Ik heb hem mee. Ik heb hem mee. 2, 3. Oh, crap. Ik heb hem allemaal op mijn hand. Oh. Zoet. Ja. Oh. Mm. Voor mij. Niet mijn favoriet. Moet even aan wennen. Ik vind het niet vies. Nee? Ik vind het wel lekker. Ja, ik ook wel. Nou, het is niet mijn favoriet. Het is wel zoet. Nou, ik doe nog een paar. Mm. Vind je het vies? Het kan ermee doen, maar ik vind het niet heel lekker of zo. Nee. Ik vind het niet geweldig. Nou, ik zeg ja. Ik vind het ook een duimpje. Ik zeg nee. Ja, hier ben ik benieuwd naar. Ja, ik ook. Joep. We weten allemaal niet precies dat. Wat het is. Nee, ik heb het zelfs nooit gehad. Oké. Okay. Jij kan het goed uitspreken. Het is wel heel populair. Nou, wie vertel, hoe uit. Heet het? Jolly Rancher. Dus dat denk ik wel. Ja. Ja, ze moeten het zien. Handen. Yes. Je bent. Elke verpakking zou zo moeten ja. zijn. Echt. Je moet een beetje denken aan Autodrop. Ja, klopt. Oh, hier, ja. Iets zegt.
Wow, er zitten verschillende smaken. Oké, ik wil rood proberen. Ik had er nu vast dat er ook nog een verpakking omheen zat. Ik wil rood proberen. Kijk me echt chill. Welke smaken zijn er allemaal? Yes. Je hebt in mijn mond. Blauw, rood en roze. Kijk, als nou allemaal in één. Ik doe blauw. Is dat roze? Oh ja, dit is watermeloen. Chill. Oh, welke heb ik dan? Wacht. Hm? Oh ja. Laat zien. Jij hebt een chill. Oh, ik heb kers. Ja, kers. Ah. Jij hebt dit is... Mag ik watermeloen? Nee, ik doe dit niet. Nee, wacht even. Zijn er nog meer smaken? Is er ook iets van appel? Want het staat op. Nee. Oh jawel, het is wel appel. Er zit echt maar één appel in. Oh, droog. Vies. Nee. Wow, die is echt heel blauw. Dat is wel een mooi kleur. Ja. Lekker kleurstof. Oké, jongens, proost. Moet je op kouden denken? Ja. Ja, dat is dat. Ja. Oh. Nee, doorstikken. Die van mij is wel lekker. Dat is lekker. Ja. Oké, okay, dit. Dit is lekker. Dit vind ik echt lekker. Lekkerste dan tot ja, ik ook. Dus als je in Amerika bent, koop dit. Ja. Het is echt lekker. Oké. Okay. Ja, het is kauwgom. Laat maar eens zien. Ik heb echt allemaal smaakjes. Chewy strawberry. Chewy. Ja, je had ook andere smaak. Oké, zin in. Dit was ook echt maar 25 cent. Volgens mij is het kauwgom. Nee, het is geen kauwgom. Het is... Oh. Nee, daar komen we snel genoeg achter. Jason zei dat het geen kauwgom was. Hoeveel euro? 25 cent. Zo! Het ziet er wel een beetje... Poh. Het lijkt op... Het ruikt ook wel. Oh, dit is denk ik echt heel lekker. Het is al uit. Hop. 2, 1. Noem maar lekker aan bubbelkom. Ja. Laf, laf. Oh jongens, we hebben toch een band al. Vies. Lekker, nou dan neem ik deze mee naar huis hoor. Die wil ik ook. Ik vind het wel een aanrader. Oké, nou dit is... Wat heet Neko? Neko? Ik moet even laten zien in de beeld. Ja. Dit doe ik... Oké, welke kleur willen jullie? Nou. Laura Ros? Ja. Oh, mijn hele broek zit eronder. Geef mij die dan. Nee, oh die. Boah, dat smaakt naar broeken. Oh, wat leuk, ja. Oh, eel, deze meurt. Oh, volgens mij, dit doet me heel erg denken aan van die hartjes. En die stophoes, dat is mooi. Stophoes. Oké, jongens, proost. Oké, volgens mij heb jij van hoe? 2, 1. Ik heb paars. Oh, nee. Voor mij, oh, ik kom niet op een smaak. Oh, mijn tanden. Oh, ik vind deze echt heel vies. Ik vind dit lekker. Oh. Wat een tandpasta! Echt? Een tandpasta! Mij die smaakt echt naar iets heel vies. Die van mij die smaakt ook ergens naar, maar... Oh, mijn tanden doen pijn. Nou jongens... Voor mij is het een ja, maar voor jullie is het volgens mij een nee. Kijk die kopjes. Nee, ik vind hem... Dit is ook wel heel lekker hoor. Wow. Maar ik vind deze mijn lekkers. Favoriet is deze. Oh lauw, ik... En mijn idee. Ik ruik nu welke smaak. Ja, erg hè? Ik rook het net ook. Lekker. En welke is die van jouw favoriet? Jij vond die roze ook wel leuk. Ja. Nou. Ja, dat is waar. Ik vind het moeilijk. Ik ook. Ik denk dat ik voor deze ga... Nee, nee, ik weet het niet. Jij gaat gewoon voor allemaal. Ja, even schrijven het altijd leuk. Nou jongens. Dit was de video. En we zijn nu misselijk. Ja, we zijn heel misselijk. Dus als je Amerikaans eten gaat proeven. Weet een beetje wat weet je koopt. Dat je misselijk gaat worden. Ja. En leer van ons. Leer van ons. Doe dit vooral niet na. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. En laat ook even achter wat jou lekker lijkt. Ja. In de reacties. Ja. En vergeet ook niet te abonneren. Op haar kanaal. En wie weet komen wij vaker. Ja. Yes. Tot de volgende keer. Doeg! Doei.